Welkom! Vandaag ga ik uitleggen wat het woord rendement betekent in de natuurkunde en hoe je hier verschillende berekeningen mee kan maken. En om dat uit te leggen ben ik eerst weer even teruggegaan naar dit plaatje van een gloeilamp, dus een blokschema, waarbij de elektrische energie ingaat en waarbij de lichtenergie en warmte-energie uitkomt. En bij het rendement is het belangrijk om te weten hoeveel energie er ingaat en hoeveel er uitkomt. Nou is het zo dat de hoeveelheid energie die erin gaat, dat is altijd 100%. Dat is de totale hoeveelheid energie die erin gegaan is. En die is gelijk aan de totale energie die eruit gegaan is. Dus je kan zeggen dat deze twee pijltjes samen ook 100% zijn. Nou moeten we weten hoeveel procent er naar lichtenergie gegaan is en hoeveel procent er naar warmte-energie gegaan is. Nou krijgen we dat in dit geval gegeven. Als nou 20% naar lichtenergie gaat, dan kun je denk ik wel makkelijk berekenen dat 75% naar warmte-energie gegaan is. Want samen moet dit 100 zijn. Het kan niet meer of minder zijn dan de totale energie die erin gegaan is. Nou is het zo dat dit de totale energie is en dan wordt ook wel de verbruikte energie genoemd. En hier hebben we twee soorten energie. En het is even belangrijk voor ons om te weten welke van die twee nou nuttig is. En daarvoor is het goed om even te kijken naar het midden. We hebben het hier over een gloeilamp. En gloeilampen worden over het algemeen gebruikt om licht te geven. Ja, je hebt ook van die lampen die er zijn om bijvoorbeeld eieren van kippen uit te broeden. En daarbij is de warmte belangrijk. Maar wij gaan ervan uit dat dit een gloeilamp is thuis. En daarbij is de lichtenergie belangrijk. Dus we noemen die lichtenergie nuttig. En die warmte-energie die is niet nuttig, dus die noemen we nutteloos. En nou is het rendement, hoe je dat moet beschrijven, dat is de hoeveelheid energie die nuttig gebruikt wordt in procenten. Dus als ik ga kijken naar deze gloeilamp, dan kan ik zeggen, deze gloeilamp heeft een rendement van 25%. Dus de rest, 75%, die gaat verloren. Voor een gloeilamp, voor een gloeilamp is dit normaal, maar voor een lamp zelf is dit niet zo goed. En dat is ook de reden dat gloeilampen nu niet meer zo veel verkocht worden, omdat heel veel energie verloren gaat. En nu gebruiken we veel spaarlampen, daarbij is dit veel hoger, of zelfs ledlampen waarbij dit nog hoger is, waarbij dit wel rond de 90% kan liggen. Nadeel van ledlampen is dat ze weer wat duurder zijn en dat veel mensen dat licht niet zo mooi vinden. Maar daar worden nu veranderingen in gebracht door verschillende soorten kleurtjes toe te voegen. Maar dat over rendement. Nou kunnen we daar ook verschillende berekeningen mee doen. En om daarmee te berekenen gebruiken we deze formule. We hebben hier de N, dit is de eta, dat is de kleine Griekse letter eta. Nuttig gedeeld door verbruikt keer 100%. In je rekenmachine moet je hier gewoon 100 voor invullen en die procent, dat is gewoon meer voor de vorm. Die N, of die eta eigenlijk, die staat voor rendement in procenten. Nou hebben veel mensen moeite om te onthouden dat die N voor rendement staat. Maar ja, echt een ezelsbruggetje heb ik niet. Maar als je weet dat dit de eta is, de Griekse letter eta, en rendement in het Engels efficiency is, dan is dat de link. Efficiency, eta. Dat is dus de link die gemaakt is. Nou is het moeilijk om te onthouden omdat dit op een N lijkt en niet op een E. Dus dit is een kwestie van gewoon stampen en onthouden. Maar die eta die staat dus voor rendement in procenten. Dan hebben we nuttig. Dat is de nuttig gebruikte energie. En in dit geval is die in joule. En dan hebben we verbruikt. Dat is de totaal verbruikte energie. En die is ook in joule. Nou, om even een voorbeeld te nemen, hebben we hier we gaan een ritje maken met een auto. En je weet dat er in totaal 375.000 joule aan energie is ingegaan. En dat was in de vorm van benzineverbranding, dus dat was chemische energie. Die is er ingegaan, dus die benzine is op, die is verbrand. En je weet dat hiervan 296.250 joule verloren is gegaan aan wrijving en aan warmte. Want ja, die auto die rijdt wel, maar er is natuurlijk ook wrijving met de wielen op het wegdek. En er is ook warmte, want die motor die wordt warm. En dat is energie die verloren gaat. En nou is de vraag, wat is het rendement van de auto? Nou, daar moeten we een paar dingen van weten. We moeten weten wat er in totaal verbruikt is. Hoeveel energie is er verbruikt? Nou, dat staat hier, dat is die 375.000. En we moeten weten wat er nuttig was. En nou hebben we het over een autoritje. Dus de nuttige energie is de uiteindelijke bewegingsenergie. En we hebben het hier over wrijving en warmte. Dus dit is niet de nuttige energie. Deze hebben we wel gekregen, maar die moeten we van de totale afhalen. Want dit is
verloren gegaan en wij willen weten wat nuttig is. Dus je doet 375.000 min 296.250 en dat komt uit 78.750 joule. Dat is wat er nuttig gebruikt is. En we willen weten wat de N is en daarvoor hebben we deze formule nodig. Nuttig gedeeld door verbruikt keer 100. Die kunnen we invullen. Nuttig 78.750, kijk maar, die staat ook hier. Verbruikt, dat is wat in totaal in is gegaan, dat staat hier. Die deel je door elkaar, dat doe je keer 100%. En daar komt uit 21%. Dus het rendement van deze auto is 21%. En dat komt ongeveer overeen met wat het rendement van een normale auto ook echt is. Dan gaan we even door, want we hebben nu even gekeken naar energie. Maar je kan het rendement ook berekenen in vermogen. En daarvoor heb ik deze opgave. We hebben een waterkoker. En die heeft een rendement van 85%. Dus dan weten we dat als we hier energie in stoppen, dat 85% gaat naar het koken van het water. En die andere 15% die gaat verloren. Hoe die verloren gaat is niet belangrijk. Als we maar weten dat dit de nuttige energie is. Het vermogen... Het nuttig vermogen is 750 watt. Dus dat is het nuttige. Dat is niet het totale vermogen van het apparaat, maar het nuttig vermogen. En de vraag is, hoe groot is het verbruikte vermogen? Om dat te doen, kunnen we eerst even opschrijven wat we hebben. We hebben het rendement, 85%. We hebben nuttig, 750 watt. En we willen weten wat verbruikt is, hoeveel watt dat is. Dit is de formule die we al gekregen hebben. Maar wat we nou zien, is dat we hier het rendement kunnen berekenen. Maar niet het verbruik, want die staat hieronder. Dus we moeten deze formule ombouwen. En ik ga daar heel even wat dieper op in, want dit is wel iets wat je in de natuurkunde goed moet kunnen. Want we hebben nu deze formule en we willen deze verbruikt, willen we uitrekenen. Dus die moet in zijn eentje staan. Nou, de manier die ik altijd gebruikt heb en die voor mij heel erg goed werkte, is dan deze op te schrijven, zoals die nu staat. En dan in stapjes deze proberen leeg te maken, zodat alleen verbruikt blijft staan. Wat ik eerst ga doen, ik ga kijken, hier staat keer 100. Nou, die wil ik sowieso weg hebben, die keer 100%. Dus ik doe het tegenovergestelde van keer 100%. Ik doe gedeeld door 100%. Dus ik schrijf een pijltje op naar beneden, gedeeld door 100%. Dus dan staat hier niet n, maar n gedeeld door 100%. En hier staat niet... nuttig gedeeld door verbruikt keer 100%, want die is weg, dus er staat alleen nog maar nuttig gedeeld door verbruikt. Nou wil ik deze houden en ik wil die nuttig weg hebben, maar die staat hier bovenin. En dat is een beetje lastig om die weg te krijgen. En nou is het zo met die breuken, dat is een trucje, die kun je omdraaien. Dus als ik die n beneden zet en die 100% boven, zoals hier, dan moet ik dat ook voor deze doen. En dan kan ik gewoon omdraaien. Probeer dat maar eens een keer te doen met twee breuken. Bijvoorbeeld 1 gedeeld door 2 en 2 gedeeld door 4. En als je dat omdraait, dan staat hier 2 gedeeld door 1 en 4 gedeeld door 2. En dan is het nog steeds kloppend. Dus je kan met breuken kun je dat omdraaien. Nu kan ik deze nuttig makkelijk weghalen. Want die staat gedeeld door nuttig. En ik moet het tegenovergestelde doen van gedeeld door nuttig. En dat is keer nuttig. Dus dan staat hier 100% gedeeld door n rendement... Keer nuttig is verbruikt. Nou, dit is eventjes hoe je op een overzichtelijke manier deze formule kan ombouwen. Dit is in de onderbouw nog niet heel erg belangrijk, maar uiteindelijk in de bovenbouw is dit wel iets wat je echt goed moet kunnen in de natuurkunde. En ik raad je aan om het in deze stapjes te doen, want dan hou je heel goed het overzicht en dan weet de docent ook goed hoe je dat gedaan hebt. Maar voor nu hebben we deze formule en die gaan we doorgebruiken. Want ik heb hier even opgeschreven. Dit is wat we hadden. Rendement 85%. Nuttig vermogen 750 watt. Verbruikt vermogen vraagteken. En die kunnen we hier gaan berekenen. Dus nu is het een kwestie van deze formule invullen. 100% gedeeld door 80%. Want die hebben we hier. Keer 750. Want die hebben we hier. En dat komt uit 882 watt. Dus het nuttig vermogen 750 watt. Dat is inderdaad 85% van het totaal vermogen. En dat is dus hoger, want dit is 100% en dat is 882 watt. Nou, dat zijn even twee voorbeelden hoe je met rendement kan berekenen. En ik hoop dat het zo duidelijk is. Dankjewel voor het kijken.